President Chandrika Prasad Santokhi is samen met zijn ministeriële delegatie aangekomen in Glasgow, Schotland, waar hij de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Staten bijwoont. Samen met de delegatie van ministers voert hij naast de conferentie ook bilaterale gesprekken met andere staatshoofden. Op zijn Facebookpagina heeft het Surinaamse staatshoofd aangegeven dat hij samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken en minister Silvano Tjonahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu een bilaterale meeting heeft gehad met de president van Colombia, Ivan Duque Márquez. Deze klimaatconferentie wordt gecategoriseerd als een van de belangrijkste bijeenkomsten van dit decennium. Hier slaan wereldleiders de handen in elkaar om een klimaatcatastrofe af te wenden. Aan de VN-klimaatconferentie nemen leiders uit alle landen deel om na te gaan wat de wereld kan doen om de klimaatcrisis op te lossen. President Santokhi spreekt morgen op deze wereldconferentie over klimaatverandering de aanwezigen toe.